Nee, is dat ook ergens een trekpleit? Nee, dat is allemaal kruidvat. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 27 juli 2022. En het is nu 2:15 in de middag. Ik ben dus nu net al bij de dierenvoedselbank geweest. En ik ga nu even richting Roosterhuis om daar even de spullen af te leveren. En dan checken jullie mij zo meteen wel weer. Dus heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag donderdag 28 juli 2022. Het is nu bijna 2 uur. En ik heb fix oorontsteking, want ik hoor met deze oor echt helemaal niks meer. Dus ik moet echt mij concentreren. Maar ik ga nu even kijken waar mama is. En dan kan ik soms even oordruppels halen, want ik wil dat bij Emma de trekpleister doen in Nieuw Den Helder. Gaat uw gang, mevrouw. Dus ja, ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier op deze rare vlog, zeg maar. Het is gewoon ook een hele rare vlog, dus. Maar ik ga dus eerst nu even mama even opsporen. Die wou ook naar de action en zo, dacht ik. Dus we gaan eens even kijken waar we mama kunnen vinden. Dus heel veel kijkplezier bij deze goed nieuwe vlog. Ja, en ik wou gisteren dus namelijk een vlog opnemen. Nou, dat was alleen maar de intro. En voor de rest, ik had echt gewoon geen energie om een vlog op te nemen, jongens. Dus mijn excuus. Dus ja, als je gewoon echt niet lekker bent, ja, dan kan dat gewoon gebeuren. Dus ik ga nu eerst even, daarom zeg ik al even bij de intro, ik ga nu mama even opsnorren. Kijk even uit, meneer, dankjewel. Dus eerst even kijken, bij deze route is ze er hier niet, dan is ze wel ergens anders. Dus ja, we gaan het even bekijken waar ze is, waar ze loopt. Gelijk even de route opsnorren, zeg maar. Ja, en die denkt eventjes ervoor te gaan, ook goed. Wat zij wil. Dus maakt helemaal niet uit, joh. En laat mensen maar lekker rijden. Ik hoor maar met één oor, dus ja, dan moet ik extra alert wezen. Dus ja, dat gaan we ook maar lekker doen, even zelf. Hondje lekker voor hun, helemaal goed. Achterin. Helemaal goed, mevrouw. Dus ja, ik ga even mama even op snoren. En als ik mama niet op kan snoren, dan ga ik gewoon alleen. Dus ook goed. Ja toch, niet dan.
Zo, ik heb intussen mama er zo op kunnen snorren. Ik ga even daar staan waar ik altijd sta. Waarschijnlijk komt ze er gelijk aan. Hopelijk dat ze niet zo luidruchtig is met praten. Dat kan ik nou even helemaal niet hebben. Ik kom mezelf. Dat is heel vervelend. Als je jezelf hoort en door een oorontsteking. Zo. Nee, dat is gewoon niet fijn. Dat ze gewoon zo meteen rustig is. Even weinig praat, hoop ik. Dat zal ik ook zo meteen tegen haar zeggen. Zo meteen gaat ze lekker naast me zitten. Ook helemaal geweldig, helemaal top. Ik moet hem er zo neerzetten. Dan zien jullie alles. Dat is leuk. Kijk, oké, dan weet ik dat even. Dan zien jullie helemaal in mijn auto. Is handig. Ja. Ik doe alvast even mijn deur even open. Lekker even. Frisse lucht. Dus ik ga mama zo even inladen. Joop. Die is een stuk goedkoper dan de kruidvat. Ik dacht dat regenen is toch ook ergens een trekpleiter? Nee, dat is allemaal kruidvat. Een mooie Seat. Nou, niet mooi, maar oké, maar wel hoog instap. Ach ja, zoals jullie zien heb ik mama naast me. Ja. Ik vergeet mijn richting aanwijzen, jongens, maar ik ben ook niet helemaal lekker zoals jullie weten. En ik moet me concentreren nu ook op de weg, dus ik hoop dat mama niet zo heel veel gaat zeggen. Maar mama die weet ook dat ik pijn in mijn oor heb, dus... Hé, mam? Ja, helemaal. En dat is niet fijn als je oorontsteking hebt en je moet nog gaan rijden. Dus en maandag moet ik al een heel stuk rijden naar Waalwijk. Dus dan wil ik wel dat mijn oor een beetje beter is, zeg maar. Dus ja, dan gaan we dat maar even fixen vanzelf, hè. Waar wil jij naartoe, vriend? Mooi mee rijden, dankjewel. Zo doe ik dat dus. Helemaal goud. En dan ga ik wat meer afstand houden. Hey. Zo, kijk eens waar we nou weer zijn. Dat herkennen jullie wel, denk ik. Daar verderop. Daar. Dat zijn de sluizen. Daar stond ik de vorige keer. Ik heb nou mijn auto dus daar staan, in het midden. Ja. En hier zijn ze lekker bezig. Ze hebben nou net dit bootje eruit gehaald, zoals je kan zien. Ik sta er ook lekker in. Moet eens kijken. Lekker hoe dichtbij het water kan komen. Nou, tot hier. Tot aan hier, jongens, kan ik er bij het water komen. Moet eens kijken. Heerlijk. En ik heb mama dus ook mee. Helemaal geweldig. En we hebben net lekkere croissantjes op. Ook heerlijk. Maar ja. Dus dat. Dus ik laat mama even lekker filmen. Zodat we niet door elkaar heen gaan praten. Dus tot straks.
En daar ligt deze dame dan weer lekker op de bedje. En dat betekent, zoals gewoonlijk, dat ik deze vlog lekker ga afsluiten. Dus, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat dan gelijk even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen terug bij een gloednieuwe vlog. Ciao!